Maandag is aan de Oostkanaaldijk in Nijmegen de tweede fabriek van Plaza Foods geopend. Hier zullen op grote schaal koelverse maaltijden worden geproduceerd. Plaza Foods werkt samen met de gemeente om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven in het bedrijf. De opening werd bijgewoond door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher. Ook wethouder Renske Helmer was aanwezig. Zij verving de onlangs opgestapte Tourcard Tankier. Wat wij nu willen hier verwezenlijken is een stukje down the chain. Met andere woorden, dat wij ook een veel verser product kunnen geven. Ik vind het dan ook heel mooi om te horen dat Plaza Food bij het werven van het personeel graag samenwerkt met de gemeente Nijmegen. Eigenlijk zie je hier heel mooi samenkomen onderwijs en werk. En soms leer je het beste door het te doen. En dit bedrijf geeft mensen weer de kans om gewoon te beginnen en te doen en van daaruit te groeien. We zullen beginnen met ongeveer 100 medewerkers en dan groeien ze eindelijk tot 300 medewerkers. Om werkzoekenden met een bijstandsuitkering een kans te bieden. En dat er hier straks een technisch operator aan de slag kan, die eerst op een leerwerkplek de kneepjes van het vak mag gaan leren. Of het nou op vakantie in Azië is of hier in Nederland, mij smaakt een maaltijd het beste als ik weet dat die is gemaakt door werknemers die fatsoenlijk worden behandeld. Ik dank u dan ook voor de hele leerzame en interessante rondleiding. Ik heb een kijkje in de keuken mogen nemen, ook al werd er nu nog niet zo heel veel gekookt. En ik ben zeer onder de indruk van wat hier gebeurt. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.